We kennen de voedselschandalen van de afgelopen jaren. Met de salmonella en zalm van fabrikant Fop uit Harderwijk. En recent nog de sluiting van slachterij Van Hattem in Dodewaard. Nadat paardenvlees- en rundvleespakketten opdoken. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid deed onderzoek naar aanleiding van de schandalen in de vleessector. En presenteerde vandaag haar conclusies. De belangrijkste conclusies zijn dat wij kanttekeningen maken bij de hygiëne tijdens het slachtproces. Dat we ten aanzien van de import van vlees, Nederland is een grote handelaar, dat we ook onze aarzelingen hebben bij het systeem van importkeuringen. En het derde element wat we over het voetlicht brengen, dat is eigenlijk de hele fraude. Er is te veel fraude in de vleessector waar te weinig aan gebeurt. Volgens de Raad is de controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet op orde. En de sector zelf is ook niet in staat om orde op zaken te stellen. Volgens het COV, de Centrale Organisatie voor de Vleessector, zijn veel van de problemen al in beeld. Veruit de meeste bedrijven zorgen dagelijks voor vlees van onberispelijke kwaliteit. Voor bedrijven die frauduleus zijn, daarvoor is geen plaats in de voedingsmiddelensector. Daar denkt iedereen hetzelfde over. Bedrijven die zeg maar de grenzen opzoeken, die zullen op een gegeven moment buiten de boot gaan vallen. Is ons vlees veilig? Nee, wij komen niet tot de uitspraak dat het allemaal veilig is. Daarmee zeggen we ook niet dat het onveilig is, maar wij vinden dat er onvoldoende garanties zijn. De Raad adviseert de verantwoordelijke staatssecretarissen van Volksgezondheid en Economische Zaken om het toezicht op orde te brengen.